In deze clip gaan we een collage maken van meerdere foto's op één posterprint. Um, zodat je die tegen de muur aan kunt hangen en een overzicht hebt van een jaar of van je kleinkinderen. Of van dit, in dit geval groothoekfoto's. En we proberen dat zo makkelijk mogelijk te doen. We gebruiken daarvoor Lightroom en Photoshop. Goed, en wanneer je een collage gaat maken moet je over twee dingen nadenken. Uh, welke foto's ga je gebruiken? Ja, en hoeveel? En ten tweede, hoe groot moet de collage worden? Ja, ik zou zeggen... Ik selecteer niet te veel foto's, want met te veel foto's, ja, afhankelijk van het formaat waarmee je gaat afdrukken, ja, worden ze vaak heel klein. Dat, dat wil je niet. Kies ook niet te weinig foto's, want dan is het weinig interessant voor een collage. In dit geval hebben we gekozen voor 24 foto's en we gaan op 60 bij 40 centimeter afdrukken. Waarom starten we in, in Lightroom? Dat is, nou ja, meestal heb je daar je foto's in, dus dat is handig. Je kunt er makkelijk verzamelingen in maken. En wat een heel andere functie is in Lightroom, is dat je de foto's snel... ...goed kunt verkleinen. Want het is natuurlijk zo, stel je zou al deze foto's, hè, die zijn 24 megapixel... ...in één document stoppen, in, want dat is een collage maken in Photoshop... ...ja, dan wordt dat een enorm groot bestand. Hè. Dus wanneer je computer niet al te krachtig is dan... ...en je hebt al die foto's in één document staan... ...ja, dan kraakt die langs alle kanten. Wanneer je op dan duurt het uren. Ja, en al die pixels heb je toch niet nodig. Want het worden maar relatief kleine foto's. Dus daarom is Lightroom handig. Want je hebt de foto's geselecteerd, heb je in de verzameling... En die gaan we exporteren. Eerst even alles selecteren: Ctrl-Shift-E. Dan gaan we exporteren. En wat is nou het handige van Lightroom? Nou, je doet allerlei instellingen. Uh, we zullen straks aangeven waar we naartoe opstaan. Maar een van de belangrijkste dingen hier is de afbeeldingsgrootte. En dat wil zeggen, je kunt aangeven hoeveel pixels breed die foto's moeten zijn. Nou, wanneer je een foto. Een afdruk wil maken van 60 bij 40 centimeter, dan moet je ongeveer 6000 bij 4000 pixels hebben, hè? 100, 100 pixels per centimeter. Ja, wanneer je dan vier of vijf foto's in de breedte hebt, dan heb je eigenlijk al 1200 pixels al genoeg. Dus we maken alle foto's nu 1200 pixels. Nou, verder hoef ik even niks te doen. Wat wel belangrijk is, dat je zegt openen in Adobe Photoshop 2021 in dit geval, want daar gaan we meteen mee aan de slag. Dus wat we nu gaan doen in één handeling. We gaan de foto's exporteren als JPEG in een bepaalde kleurruimte. Ik heb hier Adobe RGB gekozen, maar dat kan ook sRGB zijn. Ik ga ze meteen allemaal verkleinen en op lange rand. Dat wil zeggen dat de liggende foto wordt over de horizontale richting uh, 1200 en een verticale foto in de verticale richting. Dat is natuurlijk handig, want anders krijg je verkeerde verhoudingen. Ze zijn nu allemaal straks 1200 bij 800 pixels. Goed. We drukken eens op exporteren en we hebben daarvoor een mapje foto's gemaakt. We zeggen, nou, zet ze maar in die map. Maar omdat we gekozen hebben voor, ja, open ze maar in Photoshop, opent die meteen Photoshop en daar krijgen we die 24 afbeeldingen te zien. Dat, dat gaat redelijk vlot. Je ziet hier aan de bovenkant, zie je al die tapjes van die foto's. Dat is handig. Nou, we gaan er, ja, je kunt er doorheen bladeren, maar goed, dat zijn die foto's. En die zijn dus allemaal 1200 pixels breed of hoog. Hè? Dat is afhankelijk van... Uh, of het een staande of een liggende foto is. Deze foto is dus 1200 pixels hoog. Goed, uh, ja, nu moeten ze eigenlijk in één document. Ja, dat, dat is best wel werk, 24 foto's en die kun je dan verschuiven. Maar wat we doen is, we kiezen bestand. Er is een script en dat script heet bestanden laden naar stapel. En dan krijg je dit dialoogvenster en dan zegt hij geopende bestanden toevoegen. Zorg dat je de foto's niet bewerkt meer in, in Photoshop, want dan krijg je de vraag van hé, hey, je moet hem eerst opslaan. Het moeten dus foto's direct uit Lightroom zijn. Nou, geopende bestanden toevoegen, dat heeft hij nu gedaan. Daar staan die 24 foto's in. Ik hoef niet uit te lijnen, ik ga er geen slim object van maken. Dat zou kunnen, maar dat moeten we, doen we even niet. En vervolgens kiezen we oké. Okay. Nou, we klikken op oké. Okay en dat is nu even buiten beeld, maar hij gaat nu een nieuw document maken met daarin die 24 foto's. Nou, dat is even wachten. Dat gaat redelijk vlot, afhankelijk van de snelheid van je computer. Maar... En hier zijn we in dat document, dat heet naamloos, want ja, dat is een nieuw document. Hij heeft er verder niks anders, geen naam aan gegeven. En aan de rechterkant hier zien we die 24 foto's als lagen in dat document. Ja, dan ben je eigenlijk al een heel eind. We zoomen een stukje uit. Hij past het, het canvas aan aan de, het formaat van de foto's. Hè? Dus dat zal in dit geval 1200 bij 1200 pixels zijn. Maar goed, ik wil een canvas voor een 60 bij 40 print. En zei Excel dat zou 6000 bij 4000 pixels moeten zijn. Dus we doen Ctrl Alt C. Daarin kiezen we dat we pixels willen zien en we zeggen dat het 6000 bij 4000 pixels moet zijn. Zullen mensen zeggen: "Ja, wat voor afdrukresolutie dan? Resolutie dan, dat is niet zo van belang. Het gaat erom dat je dit aantal pixels hebt." Nou, en wanneer je dat gedaan hebt, ja, dan krijg je hier het canvas te zien en daar kun je die foto's dus op gaan verdelen, maar dat gaan we nog even niet doen. Want we gaan even kijken of we nog een achtergrond toe willen voegen. Dan moeten we even, dat is even buiten beeld, een nieuwe aanpassingslaag maken. Een volle kleur aanpassingslaag. En die maken we zeg maar lichtgrijs. Gewoon, je kunt alle kleuren maken. Desnoods zet je foto op de achtergrond. Dat maakt niet uit. Lichtgrijs. En die, die foto die moet ook op de achtergrond staan. Dus die moet even naar beneden slepen. Want anders dan staat die boven de foto's. Zo. Dat is dus wel wat handig. Je kunt straks ook de volgorde van de foto's dus. He, de, hoe ze op elkaar liggen, kun je uh, eenvoudig veranderen door ze gewoon van de ene naar de andere plek te slepen. Want wat gaan we nu doen? Nou, we kunnen de foto's natuurlijk gewoon wegzetten en ja, gebruiken zoals ze zijn. Maar ik vind het leuk om er een randje om te zetten. Nou, hoe maken we een randje aan deze foto? Je, je hebt die laag geselecteerd. Je dubbelklikt op die foto aan de rechterkant. Dan krijg je de, het deelvenster met laagstijlen. En dan zeg je lijn nou, met lijn krijg ik nu een lijntje van 20 pixels breed aan de binnenkant van de foto en die kleur is wit. Je kunt allerlei andere kleuren geven, we kiezen kleur wit. Wat we ook nog willen, we willen eigenlijk een slagschaduwtje onder. Dus we klikken slagschaduw aan. En ik zal ietsje inzoomen. Ja, dan kun je dat zien. Dan zie je hier rechts dat je een kleine slagschaduw heeft en ik vind het licht moet van linksboven komen dat het slagschaduwtje rechtsonder zit. Zo. Nou, helemaal goed. Ja, stel dat je dit nou voor al die foto's moet doen. Apart, ja, daar ben je nogal even bezig. We willen het handig doen, zei we. Dus wat doen we? We klikken op die laag rechts klikken. En dan zie je laagstijl. Wat, wat hebben we net gedaan. Hè, laagstijl met een lijn en een schaduw. Laagstijl kopiëren. En vervolgens klikken we op de onder, foto die eronder is. En de onderste foto. Dus we hebben nu alle 23 foto's geselecteerd. We, we klikken er rechts op en dan staat daar laagstijl plakken. Ctrl, Copy, Ctrl, V zou je bijna zeggen. Ik weet niet of die sneltoetsen werken. Ik zou het niet doen. Gewoon laagstel plakken. En vervolgens maakt hij al die foto's. Geeft hij een witte rand van 20 pixels. En hij, uh, hij zet er een slagschaduwtje onder. Nou, en zo kan ik nu. Hè, dit, is, dit, is, dit is het geheel. Zo kan ik nu dat hele document gaan invullen naar eigen believen. Wanneer een foto te laag is, dan doe ik hem zo naar boven toe ja, dus dan, dan kan die helemaal naar, hè, dan ligt hij dus boven de andere foto. Nou, dan moet je op het moment dat je erop klikt in Photoshop met het, het uh, verplaatsgereedschap dat zie je linksboven, heb je gewoon de foto geselecteerd, ja, en zo zie je. zo kun je dat helemaal naar eigen believen indelen. nou, we, we gaan dat even verder niet doen. wanneer je dit overigens nu opslaat, heb je een bestand van ongeveer 100 tot 150 MB. Ja, je slaat het dus op als PSD-bestand, want dan kun je later de volgorde of de allemaal nog wijzigen. Ik zal nog even een klein dingetje laten zien, wanneer mensen helemaal speels willen worden met, met dit soort uh, dingen. Je kunt ook, wanneer je Ctrl-T doet, hè, dat is het transformatiegericht, kun je ze ook nog een beetje draaien. Ja. Dus zo kun je ook nog spelen met de oriëntatie van je foto's. Goed, nou hier zie je dan een collage die ik vooraf al gemaakt heb. Ja. En dat kan best leuk zijn. Je kunt het op allerlei manieren doen, maar dit zijn de eenvoudigste manieren. De manieren. Dus vanuit Lightroom exporteren met een vaste lange kant. Dan weet je dat ze allemaal even groot zijn in. De afbeelding zelf, hoef je ze ook niet te verkleinen, wordt geen zware afbeeldingen. Vervolgens ga je met het script stapel naar één document, zet je ze er allemaal in. Je maakt bij één foto een laagstijl die je wenst, ja, en die laagstijl die kopieer je naar alle andere foto's en vervolgens zet je ze op zijn plek. Nou, zo eenvoudig als ik het nu zeg, zo eenvoudig is het. Dus heel veel succes met het maken van collages.